moet deze ontsnapping de beslissende zijn. Met Veenhof hier op kop, daarachter Heidema, Kasper, Kuiper. En die groep natuurlijk Richard van Kempen en Iep Kramer. Stam en Casimir. De troeven van Klerks, Marieros erbij. En wie heeft hier nog kracht? Wie kan dat gaatje dichtrijden? Wie probeert dat nog? Wie dat doet, weet zeker dat hij daarna gezien is. Dit is Gerard Heidema. Die we steeds van voren gezien hebben. Geert Kuiper. Ruitenberg. Bloemberg. Roosendaal zit erbij. De Boer zit erbij. Gert Bloemberg voorop. Gert Bloemberg, die probeert weg te rijden. René Ruitenberg is bijgekomen. Bloemberg rijdt voorop. Daarachter is het Miel Roosendaal. En dat is ook een verrassing die daar aan te treffen. Stam, Marieros, De Boer, Kasper, Casimir. Geen Richard van Kempen dus vandaag. Die is weg. Die is gezien. En we wachten op de bel. Eén ronde nog. Bijzondere slijtageslag is het geweest in een hoog tempo. En de winnaar gaat komen uit die groep naar voren. En in die groep heeft Geert Kuiper moeten lossen. Geert Kuiper is dus gezien. Die misschien de rapste spurter wel is, maar die heeft moeten afhaken. Kasper in de bocht met Marieros. Marieros valt. En ook Pietersen valt. Die zijn weg. Wordt het Kasper of wordt het René Ruitenberg? Het is René Ruitenberg. René Ruitenberg. Die wint de sprint. Hier is hij. Uit Oldenbroek. De jongere broer van Henry Ruitenberg. Zelfs de lichtgevende pakken hielpen niet vandaag. Ruitenberg dus eerste. Tweede werd Andries Kasper.